Lekker een dagje naar het strand, Nieuw-Zuid. In de duinen, Quick Boys Koninklijke HFC, beide ploegen nog ongeslagen in deze prille competitie. 5 punten voor Quick Boys uit 2 wedstrijden, dat speelde vorige week niet door die brand in de kantine van Rijnsburgse Boys. De Koninklijke HFC speelde al 3 keer en is hier dicht bij de openingstreffer. Dijkstra net niet van de helm kan pakken. Quick Boys dan met de eerste mogelijkheid. Aardige kans. Maar Van Duin mikt naast. En zo is het nog altijd 0-0. Dit is een aardige bal achterlangs. En daar valt de 1-0. Prima steekbal was dat op Redouan Taha. Met het afronden van Cas Dijkstra. Vlak voor rust is het 1-0. Maar nog vlakker voor rust wil Joente een strafschop. Daan Schaper fluit en geeft tot verbazing van velen de vrije trap aan HFC. En dat is terecht als je de herhaling ziet. In de rust van een Meirakker in de ploeg gekomen bij Quick Boys. Want er moet aanvallend wat gebeuren. En dat gaat hier gebeuren via Van Duin. Van Duin en het ingeleiden van Joente. Maar die is te laat. Net te laat. En dus blijft de gelijkmaker uit. Duankwo ook in de ploeg gekomen. Aardige actie van Van Duin. Andere Van Duin. Levi en Sam Van Duin. De twee jongelingen in de ploeg van Quick Boys. Met hier opnieuw een kans en de redding. De kopbal van Van der Meijrakker. Prima redding van Mitchell Michelis. De man die vorige week in de thuiswedstrijd tegen Spakenburg, toen Koninklijke HFC onder druk stond, zijn ploeg ook al de overwinning bezorgde. Duankwo, de kopbal van Levi van Duin, onderkant lat en geen doelpunt, zegt de arbitrage. Maar is dat zo? De kopbal, onderkant lat, dan valt hij op de lijn en daarna, ja, dan zien we niet wat er gebeurt. Arbitrage vindt het geen goal. Springer voor Koninklijke. Dat er maar sporadisch uitkomt in de tweede helft. Gerry Vlak. Opnieuw Vlak. Springer en Vlak. Die is zijn man voorbij. Daar komt Van den Helm. En Vlak rond heel beheerst af. En dan heeft Quick Boys de hele tweede helft gejaagd op de gelijkmaker. En valt in de 89ste minuut de 0-2. Dan heeft Quick Boys nog wel wat tijd. Gaat Duankwo in duel met Veerman. Veerman valt. Duankwo ook. Schaper zet strafschop. Van den Meijrakker achter de bal. Voor de 1-2 in blessuretijd. Op zijn Van den Meijrakkers afgerond. En dan gaat Quick Boys op jacht naar de gelijkmaker. Het komt de ploeg toe op basis van de tweede helft. Duankwo. Kopbal over. De kopbal was van Joente. Die was nodig, die parasol. Het is pompen of verzuipen voor de thuisploeg. Enorm veel druk op het doel van Koninklijke HFC en de pegel van Guus Offerhaus. Vorig jaar nog Koninklijke HFC, hier verrast hij bijna zijn oud doelman. Hier is de andere keeper van den Helm. Het is geen Hens, natuurlijk niet. Al is er wel appel. Hoge voorzet nog maar eens en overgekopt door Van den Meijrakker. Het is pompen of verzuipen. Wordt het verzuipen of wordt het bovenkomen drijven? Dit is nog een kans voor Quick Boys. Maar de grote teen van invaller Meerstad, kwam over van Jong Sparta, is net te klein. En zo blijft Koninklijke HFC overeind. Stilt het. 3 punten op Nieuw-Zuid. En daar zullen ze bij Quick Boys doodziek van zijn.